heel jong was, toen floot hij al een jaar of 4, 5. En ik had een auto met een cassettespeler. En dan zette ik altijd muziek op, vooral klassieke muziek. Onder andere een vioolconcert van Bach in E. Dat speelde hij al toen hij een jaar of 4, 5 was. Samen dan, hè. En wat ook wel grappig was, we speelden dan een tune, een NCRV-tune. We waren altijd aan het oefenen eigenlijk. Dan deden we om beurt een toon. Dat konden we misschien wel eens doen, Geert. Ja, is goed. Dat hebben we al jaren niet meer gedaan. Maar ik zal een toon inzetten en dan doet hij het volgende wel. Oh, wacht. Sorry, dat ging niet goed. Jullie kunnen ook knippen, hè? Ging vrekkers lekker. Ging vrekkers lekker. Je moet lager beginnen, pap. Ja, te hoog, hè? Ja, oké, okay, nou een keer, hè? Geert Chatrou. Ik dacht dat bij het communiceren hoorde en ik ben daarna gaan doen. Dat is een beetje mijn idee over hoe dat is gegaan in mijn kinderbrein. Ja. Hij heeft dezelfde afwijking als ik. Hij fluit soms achter elkaar uren hetzelfde deuntje. Ja, dat is. Ik zeg, Geert, draai die plaat eens om. Dus pap is nog uit de tijd van de LP's. Ja, ja. Dan moest je hem nog omdraaien. Nou, ik werk nog 4 à 5 nachten per maand in de gezondheidszorg, in de geestelijke gezondheidszorg als verpleegkundige. En de rest verdien ik er fluitend bij. En dat betekent, ik heb de stap gemaakt op het moment dat ik een inschatting kon maken vanuit het komende jaar, verdien ik met fluiten en die paar nachten werk, verdien ik ongeveer hetzelfde salaris als met mijn reguliere werk wat ik altijd heb gedaan. En zo is het nu. Dus ik kan daar prima van leven. Het is niet zo dat ik er rijk van word. Dus ik kan er mijn gezin van onderhouden en ik heb een prima leven. Ja. Dat ik niet meer zou kunnen fluiten, dat zou betekenen dat ik dan een liptrauma zou oplopen of zo. Of weet ik veel wat. Ja, ik niet. Sta ik nooit bij stil. Ik heb nooit iets aan mijn lippen. Het enige wat er kan gebeuren met deze stap is dat ik op een gegeven moment niet meer gevraagd zou worden voor optredens. Of dat ik uit beeld verdwijn, zeg maar. Dat mensen het niet meer interessant vinden of niet meer leuk. Het bevalt me echt heel erg goed op deze manier. En dan wil ik eigenlijk zo lang mogelijk rekken. Dus ik wil zo lang mogelijk uitstellen dat ik weer gewoon van 8:30 tot 5 een baan heb. Ik ben de beste van de fluiters die gek genoeg waren om naar Amerika te gaan om mee te doen aan het wereldkampioenschap. Daar ben ik de beste van. Maar ik weet niet of ik de beste fluiter van de wereld ben. Even meekijken. Nou, laten we maar gaandeweg al die nummers langslopen. Ja. Kijken wat er. Hoe heet deze eigenlijk, Jacob? Dit is Theo Nijland. Ja. Dan kunnen we zo een keertje wat doen. Ja.
Nou, we zijn hier in Limmen, in de studio, waar ik mijn nieuwe cd aan het opnemen ben. Jacob Klaassen produceert de cd en er komt eigenlijk van allerlei muziek op te staan. Van hele klassieke werken uit de barokperiode, Vivaldi en van Bach. Modernere muziek, nu geschreven voor de cd. Klezmer muziek uit Polen, daarop moeten we naar Krakow. Ja, eigenlijk van alles. Het wordt een hele gevarieerde cd, hoop ik. Waarin ik in elk nummer fluit, waarbij wel elk nummer toch alweer heel anders zal zijn. Het is heel bijzonder. Ik heb nog nooit zo iemand gezien. En wat bijzonder aan hem is dat hij zo muzikaal is dat hij heel zuiver kan fluiten. En dat zijn er sowieso niet zoveel. En daarbij het is nog heel snel. Ja. En heel muzikaal is. Hij verzint ook zelf dingen. En dat is ook niet heel gebruikelijk. Dus hij heeft een paar talenten. Dat is wel mooi om dat te zien in één persoon. Ik vroeg me wel op de Klezmer band uit Polen, dat ik die daar heb zien spelen. Dus ik ben heel benieuwd, want ik denk dat het werkt namelijk. Dat is een altviool die de melodie speelt. En ik denk dat het werkt als we dat alterneren, dus altviool met fluit samenvoegen. Ik denk dat dat een heel mooi effect zal geven. Gaan we weer naar het begin toe? Nee hoor. Nee, hoeft niet helemaal naar het begin hoor, nu. Ik bedoel, ga je hem opnieuw fluiten helemaal? Of pak... Ja, dat wel lijkt me. Ja, ja. Okay. Die laatste noot was denk ik te kort, of niet? Nee.